Vitesse won afgelopen zaterdagavond verdiend met 2-1 van VVV. De Arnhemse club herstelde zich na het verlies van vorige week tegen NAC. We spraken na afloop met Vitesse-speler Roy Berends en trainer Leonid Slutsky. Hoe vond je het vandaag? Het lijkt moeizaam op het einde natuurlijk, omdat we nog omdat hun terugkwamen. Dat was eigenlijk hun enige kans. Die maakten ze gelijk en dan maak je het zelf nog moeilijk. Maar ik denk gewoon een verdiende overwinning natuurlijk. Ja, in de eerste helft was iets minder, vond ik. De eerste helft controleerden jullie wel, maar het kwam er niet uit. Nee, we controleerden wel, we waren wel degelijk. Alleen kwam niet echt tot grote kansen. Tweede helft iets optimistisch, iets beter ook gewoon, iets meer risico. Maar ik denk dat we uiteindelijk gewoon verdiend 3 punten hebben behaald. Het had natuurlijk makkelijk gemaakt als we sneller hadden gescoord. Alleen we moeten gewoon dik tevreden zijn. Ja, daar had meer in gezeten vandaag, hè? Daar had zeker meer in gezeten. De uitslag had wel hoger mogen zijn. Alleen de laatste 2 weken hebben we natuurlijk punten verspeeld. Dus we zijn al lang blij dat we nu weer punch mee hebben genomen. Je had een andere rol vandaag? Ja nee, ik speelde op vanaf het middenveld. Afwisselend met Eudegaard die ook naar binnen kon komen. Ja, dan moet je anders invullen. Dan moet je toch iets meer verdedigend denken. En dan is het wat degelijker. Hè? Maar goed, het bevalt wel. En we hebben veel goede spelers. Dus waar de trainer mij nodig heeft, dan doe ik mijn werk. Eudegaard viel vandaag ook weer op, hè? Ja, je ziet gewoon, die jongen heeft gewoon uitstekende kwaliteiten. Dan zie je gewoon zijn linkerbeen als die begint te drijven. En die heeft gewoon iets bijzonders. Dat komt de hele ploeg ten goede. Ja, natuurlijk. Als je doelpunten maakt en beslissen voor het elftal, is voor ons natuurlijk alleen maar goed. En ik hoop dat hij nog veel wedstrijden zal doen. Thank you very much. It was a typical match for us because we totally controlled the game and we didn't score a second goal, but we made a lot of chances and finally half moments and with this goal. And for me it was really a very important moment about our reaction when we conceded the goal. And it was great reaction and I am satisfied not only 3 points, I think we try to decide our mental problem what we had, and if we really will be more stronger mentally, we will have good chances to improve our level and maybe we'll have some winners in a row. You solved this problem, this mental problem today or no? It was not only mental problem, it was really because like karma, like test for our team spirit, because one chance automatically goal. We played quite serious, yes, and quite solid, but okay, it's a way we have a Russian impression, everything is good, what's at the ending good. Are you satisfied today? Yes. And are you happy today? Yes. Okay, thank you very much. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas.